De Sint-Janskerk in Arnhem is verbouwd tot het eerste memorarium van Nederland. Dit is een samenvoeging van immemorarium en columbarium in Nederland. Onze verslaggever nam er een kijkje. Meneer de Kluiver, vandaag een bijzondere dag. Kunt u daar wat meer over vertellen? Vandaag openen we het memorarium Arnhem, het eerste memorarium van Nederland. Op een bijzondere plaats, de voormalige Sint-Janskerk. Een rijksmonument met een heel sterk interieur. Heel mooi interieur ook. Valt ook onder de monumentale bescherming. En die kerk die heeft ons vanaf het begin gepakt en gedacht. Wij hebben toen gedacht van jongens, wij moeten die kerk proberen te behouden. En we hebben het concept memorarium daaromheen bedacht. Het is een memorarium. Memorarium is een plek om te herdenken en te gedenken. Van zij die ons zijn ontvallen. Nabestaanden kunnen hier de urnen van hun dierbaren bijzetten. Is dat nieuw in Arnhem dat zoiets gebeurt? Het bijzetten van urnen gebeurt natuurlijk op meerdere plaatsen. Crematoria, begraafplaatsen. Maar wat er nieuw aan is, dat je de urn in een kerk kan bijzetten. Verwarmd, overdekt, vrij van vandalisme. In een schitterend interieur. Ja, dat is nieuw voor Arnhem, maar is ook nieuw voor Nederland. Als een kerk ontwijd is, dan verlangt het bisdom doorgaans dat alle zaken die een katholieke handtekening hebben, dat die worden verwijderd. Wij hebben vooraf gezegd, toen we begonnen met de onderhandeling van deze kerk, jongens, we willen hem wel, we gaan ervoor, maar dan met het interieur. Waar komen de urnen te staan? Op een aantal plaatsen. We hebben daar het columbarium voor de volwassenen. We hebben daar de kindernisjes, de kinderhofjes waar de kindernissen zijn gesitueerd. En we hebben in de kelders van de kerk hebben we de crypten waar urnen kunnen worden bijgezet. Verschil ten opzichte van boven is dat als ze in de crypten staan, ze ook niet meer kunnen worden bezocht. De openingstijden, wanneer kunnen de mensen hier naartoe? Is dat van 's morgens vroeg tot 's avonds laat? Hoe moet ik me dat voorstellen? We zijn op maandag, dinsdag gesloten. En van woensdag tot en met zondag geopend van 10 tot 's middags 5 uur. Die processie komt vanuit Klarendal met het Mariabeeld hier naartoe. Moet ik me daar dat voorstellen? Ja, dat klopt. Sinds 50 jaar, het is al 50 jaar geloof ik geen processie geweest. Voor dit doel komt er een processie waarbij Maria weer naar de Mariakapel gehaald wordt en daar wordt bijgezet. En de oud-parochianen hebben dit zelf georganiseerd en wij ondersteunen dat idee uiteraard.